There we have him. De man was vermoedelijk onder invloed van drank en wilde het restaurant niet verlaten. Hij sprong vervolgens in het water, kwam er later weer uit, maar dook er toen weer in. De agenten probeerden hem toen al een keer eerder te taseren, maar dat lukte niet. De tweede keer was het wel raak, zo is op deze beelden van een omstander te zien. De man is daarna aangehouden. Never a dull moment here. Tering. Go inside now! Go inside!